Weer eens een klassiek plaatje nu van de site theoi.com, waar allerlei goden en mythologische figuren uitgelegd worden aan de hand van afbeeldingen uit de oudheid. Met name dus de goden, Theoi. Hier zie je dus de hellehond Kerberos met drie koppen die door Herakles uit de onderwereld gehaald wordt. Dan heb je hier rechts een mevrouw staan met fakkels in haar handen. En die wordt normaal gesproken gekarakteriseerd als Hecate. Hecate is de godin van de hekserij in de oudheid. Vaak wordt ze zelf ook afgebeeld met drie verschillende kanten, drie verschillende gezichten. Drie sprongen waren ook van die plekken waar Hecate vaak vereerd werd. En want drie is zo'n getal dat zo'n instabiliteit inhoudt. En die Hecate, die staat hier ook in vers 3, 97 genoemd. Dat is dus de godin van de hekserij. En die wordt aangeroepen met behulp van het woordje ma. Ma is altijd in een eed het woord waardoor je een godheid aanroept. Je kunt bij alles zweren. Je kunt ook bij een tafelpoot zweren. En dat deed mijn vroegere leraar Latijn zelf altijd. Zo heb ik het zelf uitgelegd gekregen. Van ik zweer bij deze tafelpoot. Nou, zij zweert ergens anders bij. Namelijk bij Hecate. En die Hecate die wordt in die eerste twee versen hier ingeleid van wie dat is. Maar, want, Asgard niet bij de meesteres. Hen, relatieven, de meesteres die ik vereer. Die ik vereer, die ik het meest vereer van allen. Dus niet bij de meesteres die ik het meest van allen vereer. En die ik heilomen. Nu zie ik een mediale vorm, hairio betekent letterlijk nemen of kiezen. En in dit geval zou ik kiezen voor kiezen, want dan kan ik die mediaal gaan vertalen. En die ik als compaan, als medewerkster, maar medewerkster vind ik zo ambtelijk klinken. De medewerkster, de secretaresse. En die ik als compaan voor mij gekozen heb, namelijk Hecate. Maar ze is nog steeds aan het inleiden. En wat doet die Hecate? Nayusa, wonend in de hoeken, letterlijk in de krochten, Hestia's, Emes, van mijn hart. Wonend in de hoeken van mijn huis, wonend in het binnenste van mijn huis. En nu komt pas de hoofdzin. Dit zal niet gebeuren, Algunei. Zal er iemand van hen tot Aemon Kear mijn hart verdriet doen? Chiron, letterlijk is dat blij, zichzelf verheugend. Zal er iemand tot zijn eigen vreugde mijn hart verdriet doen? En want ik zweer bij Hecate, dit gaat niet gebeuren. Het zal niet zo zijn dat iemand van hen mijn hart verdriet zal doen. En dan wordt hij bitter. Letterlijk bitter. Picros bitter. Picron bitter. Dus de volgende twee versen beginnen allebei met iets wat een nare smaak heeft. Bitter. En Teso heb je al een paar keer gezien. Misschien twee of drie keer al van tevoren. Ik zal maken. Ik zal voor hen het huwelijk. En nu voel je het aankomen, hè. Picros maken, bitter en ellendig maken, bitter en droevig maken. Ik zal hun huwelijk voor hen bitter en droevig maken. Of als je het heel mooi wil vertalen, bitter, dan pak je hem naar voren. Bitter zal ik voor hen het huwelijk en droevig maken. Bitter ook de verwantschap, het feit dat er een bloedband zit. En bitter ook mijn vlucht, eenmaals fugas, letterlijk mijn vluchten, mijn ballingschap uit het land. En dan deze korte passage, die aanroeping van Hecate, is misschien wel mijn grootste reden dat ik voor die heksjes gekozen heb. Zodat ik
zo meteen nog de overgang kan maken naar het laatste deel van het eerste Eisodion voordat het eerste Stasimon begint. En dan rond ik het hierbij even af.